Misschien heb je er wel eens van gehoord. FIP, een hele nare kattenziekte met ook een ingewikkeld ziekteverloop. Dus ik leg er graag wat meer over uit. FIP is een hele nare ziekte die bij katten voorkomt. FIP staat voor feline infectieuze peritonitis. Dus een onder katten overdraagbare buikvliesontsteking. Het wordt veroorzaakt door een virus. En bij de meeste katten geeft dat virus niet de ziekte FIP, maar alleen wat milde maag-darmklachten. Dus een virus wat wat diarreeklachten kan geven bij katten. Als katten heel veel aan het virus blootgesteld zijn, doordat ze bijvoorbeeld in niet-hygiënische omstandigheden gehouden worden, in een vieze kettery bijvoorbeeld, of als ze met heel veel bij elkaar leven, zoals bij zwerfkatten, dan zal die kat heel veel met het virus te maken hebben. En als hij dan pech heeft, dan muteert dat virus bij die kat en kan het FIP veroorzaken. Dus maar bij een klein percentage van de katten die dus in aanraking komt met dat virus, die ontwikkelt ook daadwerkelijk FIP. Bij het overgrote deel van de katten zal het alleen wat maag-darmklachten geven. Nou, tot een paar maanden, paar jaar geleden was er eigenlijk geen behandeling tegen FIP. Dus als een kat daaraan leed, dan zou hem dat uiteindelijk opbreken en waren we vaak ook genoodzaakt om die dieren in te slapen, om uit hun lijden te verlossen. Tegenwoordig is er wel een behandeling gelukkig. Onder andere bij de Universiteit Utrecht zijn er mogelijkheden om die dieren te behandelen met goede resultaten ook, met echt veel succes. En ook steeds meer dierenartsen door het land die passen deze behandelingen toe. Waardoor de katten met FIP niet meer een doodsvonnis hebben eigenlijk en het kunnen overleven. Nou, om het nog ingewikkelder te maken zijn er ook twee vormen van FIP. Je hebt de natte vorm van FIP, die is vrij goed te herkennen. Deze katten zijn sloom, maken een zieke indruk, vermageren duidelijk en die krijgen een bolle buik. Dus er blijft vocht in de buik achter. Die buik wordt heel erg dik, terwijl de rest van de kat eigenlijk magerder wordt. Soms kunnen ze door die bolle buik ook ademhalingsproblemen krijgen. Er is ook een droge vorm van FIP en die is een stuk moeilijker om die te diagnosticeren. Deze katten hebben soms alleen maar een ontsteking aan een oogje bijvoorbeeld of aan een orgaan. Vaak wel wat verhoging. Maar in samenwerking met je dierenarts kan je dus nader onderzoek doen. En door andere ziektes uit te sluiten en bepaalde bloedonderzoek te doen, kan het zeer aannemelijk zijn dat jouw kat leidt aan FIP. Dan wel de droge vorm, dan wel de natte vorm. Als hier een ernstige verdenking van is door jouw dierenarts, is het verstandig om ze te behandelen. En gelukkig is er dus nu een behandeling mogelijk. En de meeste katten, daar slaat het goed op aan en die overleven het tegenwoordig.